broeders, zusters, gasten, iedereen die meeluisteren via livestream. Ik wil vandaag beginnen met de vraag, wie ben jij? Misschien zeg ik van ja, ik ben Joshua, ik ben 10 jaar. En ik ben altijd vrolijk. Of misschien zeg je van ja, ik ben timmerman. Of misschien zeg je ja, ik ben gelukkig. En misschien zeg je ja, ik ben van de hervormde kerk. Of ik ben van die familie. En zo kan je heel veel antwoorden geven op de vraag wie jij bent. Wie jij bent is niet alleen te zien van de buitenkant, maar wie jij bent zit ook aan de binnenkant. Jij bent is iets dat woont in je lichaam. De Bijbel noemt dat ook wel eens tent. Iets wat je voor een periode meeneemt. Iets waar je een periode in woont, in vertoeft. Je kan, ik ben, ook je identiteit noemen. Identiteit betekent eenheid van wezen. Volkomen overeenstemming en gelijkheid. Dat betekent je identiteit. Eenheid van wezen. Wie je werkelijk bent, is niet het beeld wat jij van jezelf hebt. Laten we daarmee beginnen. En ik wil het vandaag niet gaan hebben over wie jij bent als je nationale identiteit of je genetische, je culturele identiteit. Maar ik wil het vandaag gaan hebben, vooral voor de broeders en zusters, wie jij bent in Jezus Christus. Als je tenminste van Jezus Christus bent. En dat je door het geloof Jezus Christus wil volgen. Dat je door het geloof Jezus Christus erkent als jouw Heer, als jouw Meester. Als degene die voor jou gestorven is, die jouw straf heeft gedragen aan het kruis op Golgotha. Want die zonde die op jou rustte, heb Hij op zich genomen. En die heeft Hij betaald. Als je de Heer Jezus Christus nog niet hebt aangenomen, als jouw redder, als jouw middelaar, dan hoop ik dat dit woord jou ook zal helpen om de Heer Jezus aan te nemen. Of zo te zeggen dat je je knieën buigt voor de Heer Jezus Christus en Hem aanvaardt, zodat God een dieper werk in jou kan beginnen. En dat, zoals Johannes 1 vers 12 zegt, maar allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. Dat zegt God zelf in zijn woord. Dus voor een ieder die zegt van ja, ik ben nog niet het eigendom, dan zegt de schrift, neem Christus aan zoals Hij zich geopenbaard heeft. Maar broeders en zussen, Satan zal altijd proberen om de ware identiteit die jij hebt in Christus te belemmeren. Of wazig te maken. Dat je geen helder zicht op met wie jij nou die eigenlijk waarlijk bent. En dat jij belemmerd wordt in het groeien naar het beeld van Jezus Christus. En Hij zal het proberen dat jij er niet achter komt. Wie jij bent in Christus. Maar laten wij ons leiden door hetgeen wij zien. Laat ons leiden door ons gevoel. Misschien door onze kwaliteiten die we hebben. Of misschien door ons falen. Of laten we ons leiden door omstandigheden. Of laten we ons leiden door Jezus Christus. Laten we gaan lezen Efeze 2. We gaan dit keer het hele hoofdstuk lezen.
Efeze 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem, Jezus Christus, levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de handen gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, een vreemdeling wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide een gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En omdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie verkondigd, vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide, door één geest, de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Ik wil het niet uit dit stuk gaan hebben over het samen worden, het één worden. De Joden en de heidenen, degene die veraf waren. Maar ik wil het gaan hebben over wie je bent in Christus. We hebben net een aantal stukken gelezen. En als wij teruggaan naar het scheppingsverhaal, hoe de mens ontstaan is, dan lezen we in Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. In hoofdstuk 2 vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten.
En zo werd de mens tot een levend wezen. Levend wezen. En daarnet lazen wij in Efeze 2. U die dood was. Wat een contrast. Wat een verschil. We zijn geschapen tot een levend wezen. En nu zegt Paulus, u die dood was. God heeft de mens geschapen met een geest, met een ziel, met een lichaam. De geest is het onderdeel wat contact hebt met de geestelijke wereld. Met God zelf. God is geestelijk. Ik zei vanmorgen nog tegen mijn kinderen, die meiden hadden een geurtje van hun moeder gehad. En die zegt, papa, wat ruik, moest ruiken, ik ruik heel lekker. En toen zei ik, daar kwam gewoon bij me op, ik zeg, ja, heerlijk. Maar wist je dat God ook van heerlijke geurtjes houdt? En ze stonden me zo aan te kijken. Ik zeg, ja, want God is geestelijk, die heeft geen neus. Maar weet je wat hij vindt als een heerlijke geur? Die twee meiden stonden voor me. Ik zeg, als jullie lief zijn voor elkaar. En God die ziet dat, dan zegt die heerlijke geur. Als jullie in vrede met elkaar omgaan, dat vindt God een heerlijke geur. God is geestelijk. De geest die God in de mens geschapen heeft, heeft contact met die God. En je ziel, die hij geschapen heeft, dat is je verstand. Dat is je emotie. En dat is je wil. Je verstand waar je gewoon mee denkt. Je emoties waar je mee voelt. En je wil waar je mee kiest. En de lichaam. Dus geest, ziel en lichaam. Je lichaam, dat is je vlees. Hetgeen wat je ziet. En door de zondeval, wat ik al eerder zei, is dat tijdelijk geworden. Is dat als een tent. Ik weet niet of dat die mensen zijn die wel eens op vakantie gaan met een tent. Maar die zetten hem daar niet om daar voor altijd te blijven wonen. Die zetten die tent op om daar voor een periode te wonen. Salomo die noemt het zelfs een damp. Het is voor kort. Een zucht. David beschrijft een bloem. Ik koop eigenlijk bijna nooit bloemen voor mijn vrouw, want ik vind het altijd gewoon jammer dat ze zo snel doodgaan. Dus, maar ze koopt ze zelf wel gelukkig hoor, daar heb ze laatst nog van getuigd volgens mij. Hè? Dus nee, maar als ik dan die bloemen zie, dan staan ze een week, anderhalve week en dan is het weer voorbij. Dat is eigenlijk ons leven ook, het lichaam, laten we het daarover hebben. Je geest, waar ik het net over had, die moet je niet verwarren met de Heilige Geest. De geest die in je komt wonen, als je tot geloof en bekering in je laat dopen. Maar dat is de geest die jij zelf hebt ontvangen, dat is niet de Heilige Geest. Jouw geest, die behoort jou toe. Toen Adam en Eva gegeten hadden van de boom van kennis van goed en kwaad, stierven ze lichamelijk? Nee, dat was een proces. Zij stierven geestelijk. Het contact wat zij met hun geest hadden, werd direct verbroken. Ze hadden geen connectie meer met God. En ze gingen uit het paradijs. Niet meer, ze moesten uit het paradijs, niet meer in Gods aanwezigheid. En dat bedoelt Paulus. Ook u heeft hij levend gemaakt, u die dood was. Geestelijk, we hebben net Ezra opgedragen, is deze Ezra doodgeboren. Geestelijk. Er moet iets gebeuren. En niet meer in Gods aanwezigheid zijn, daar lijdt de ziel onder. Efeze 4, vers 17 en 18, daar staat, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen,
in de zinloos, of ja, in de zinloosheid van hun denken. He? De ziel, daar zit het denken in. Verduisterd is het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Je emoties lijden daaronder. Vers 19 zegt het ook, ze hebben zich, ongevoelig als zij zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dit gebeurt er met je emotie. Dit gebeurt er met je ziel. Dit gebeurt er met je keuzes. Als je vervreemd bent van God. Een reactie. Van na de zondeval. Angst. Angst en bezorgdheid. Kijk wat er gebeurde met Adam en Eva. Vandaag de dag worden mensen getergerd door angst en bezorgdheid. Ze zijn beschadigd, ze worden kapot gemaakt door een bron van angst die in hun leven leeft. Relaties, huwelijken, families worden onder druk gezet door angst. Een ander gevolg in de emoties is schaamte en schuld. Mensen lopen rond met een schuldgevoel. Ze gaan eronder gebukt. Ze schamen zich. Ze durven zich niet open te stellen. Vele mensen lopen daardoor ook achter een masker. Ze kunnen niet meer recht iemand aankijken. Schuldgevoel houdt vele mensen in de kramp en maakt mensen doelloos. Herkenbaar, of niet? Is niet nodig, broeders en zusters. Er is nog één realiteit. Neerslachtigheid en boosheid is het gevolg. Dat je ziel, dat de geest dood is. Je zag het al gelijk na het nageslacht van Adam en Eva. Kain en Abel. Kain toonde boosheid, liet zijn hoofd zakken. En hij kreeg de gedachte om zijn broer te vermoorden. En de Heere gaf eindelijk direct al de sleutel daar. En dan zegt hij, als u het goede doet, dan laat je het hoofd niet zakken. Dus als je eerlijk leeft, dan heb je geen reden om je hoofd te laten zakken. Maar als je niet goed doet, ligt de zonde aan de deur. En van in plaats je hoofd te laten zakken, moet je over de zonde heersen. Dat is de sleutel. Dus je hoofd recht houden en heersen over de zonde. Een goed gevoel is het gevolg van een goed gedrag. Daarom is het belangrijk om ook altijd recht te blijven staan. En laat je niet leiden door een neerslachtigheid. Ik kom daar straks nog op terug, hoe je daarmee om kan gaan als je daar wel last van hebt. Ook heeft het eten van die boom, van die vrucht, grote gevolgen voor je wil. De keuzes die je moet maken. Het bizarre is, Adam en Eva, die konden uit 1000, misschien wel meer, goede dingen kiezen. En 1 verkeerde. Ze mochten heersen over de aarde, hebben we net gelezen. Ze mochten namen geven aan dieren. Ze mochten keuzes maken in de natuur. Ze mochten heersen. Ze mochten doen eigenlijk wat ze konden doen. Maar 1 ding niet. En dat was eten van de boom van goed en kwaad. Ze hebben de verkeerde keuze gemaakt om die ene keuze toch te doen. En daar lijden wij vandaag de dag nog onder. Wij worden dagelijks geconfronteerd met het kiezen tussen goed en kwaad. Herkenbaar van jullie? Dagelijks moeten wij kiezen.
tussen goed en kwaad. Dus niet alleen het lichaam heeft dus een nadeel, maar ook de ziel. Romeinen 5 zegt, daarom zoals er door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, over wie allen gezondigd hebben. Elk kind wat geboren wordt, wordt geboren in zonde en ongerechtigheid en is geestelijk dood. Daardoor missen we ons doel. God heeft ons geschapen om te heersen over zijn schepping, over zijn schepsels, over de bomen, de bloemen, de vogels, het vee, de kruipende dieren. De mens had een goddelijke taak. Niet Satan had de macht, maar Adam voerde de heerschappij over de hof, over de, ja, wat de Heer hem gegeven, de wereld. Maar nu is Satan de heerschappij, voert hij over deze aarde. Zichtbaar toch? Maar broeders en zusters, weet dit. Jouw erfgoed is in Christus Jezus. Dat houdt in dat Satan geen zeggenschap over jou heeft. Wel over de wereld, maar niet over jou. Satan wil jou dat wel wijs maken. Maar dat is een leugen. Dat is niet waar. Wie in Christus is, heeft zelf zeggenschap over Satan. Dat hoort bij de identiteit die je hebt in Jezus Christus. Galaten 3. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Wat houdt dat in? Ik weet niet of dat jullie wel eens aangehouden bent door een politie. Nou, ik wel. En als er een agent de weg op stapt met zijn uniform aan en die zegt stop. Nou, ik stop. Want niet alleen die agent staat daar, maar eigenlijk het hele land staat, of eigenlijk heel de regering staat achter die agent. Want hij is bevoegd om in de naam van de regering iemand aan te houden die de wet van de regering overtreedt. Maar wat als je daar aan het fietsen bent en er komt iemand aan in zijn t-shirt en spijkerbroek, stop! Je overtreedt de wet. En dan zeg je dag. Ik heb wel meer te doen dan naar jou te luisteren. Dat is het verschil. Als jij bekleed bent met Christus. Door de doop zoals de schrift het zegt. Dan heb jij het kleed van Christus aan. Dan ben je bekleed. En als Satan dan komt. Dan zeg je ga weg. Ik heb macht over jou. Want Jezus heeft gezegd, het is volbracht. En in die naam sta jij hier op aarde. Je leeft niet meer in je oude identiteit. Maar je hebt een nieuwe identiteit. Satan heeft niet de macht over jou. Maar jij heeft de macht over het rijk der duisternis gekregen. Wist je dat? Dat jouw identiteit is in Christus Jezus. Dat zeg ik niet. Dat zegt de schrift. Dat zegt Galaten. Houd dat vast. God had Adam in alles voorzien om te heersen over de schepping. Hij mocht zelfs eten van de boom des levens. Wat belooft de Heer in zijn woord aan jou, broeders en zusters? Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Filippenzen 4 vers 19. Houd dat vast. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus.
Dat is jouw identiteit. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Geestelijk geboren worden is geestelijk levend worden. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Dit zegt God zelf. Ken jij dat moment in jouw leven? We hebben net gehoord dat ze erachter zijn gekomen. Dat ze God nodig hadden. Op een andere manier. Als dat ze eerst dachten, als dat ze eerst leefden. Ze zijn erachter gekomen. Dat ze geestelijk dood waren. En dat de overtredingen van hun tussen hen en God stonden. Herken je dat moment in je leven? Dat je bedroefd werd over de zonde die je deed. Jezus zegt in Johannes 14. Als iemand mijn lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Nog een keer. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en bij hem, bij haar, intrek nemen. Er is weer connectie. Die geest die dood was, is weer levend. Er is weer intimiteit. Het is weer hersteld, er is weer harmonie. Herken je dit in je leven? Ervaar je dit in je leven? Of zit er nog eentje roet ertussen te gooien? Die leugenaar die zegt van, hè, jij, kind van God, jij, iets doen voor de Here? God, zo machtig om jouw dode geest levend te maken? Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik denk dat alle kinderen die tekst wel kennen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jij leeft, kind van God. Je bent niet meer dood. Je naam is opgeschreven in het boek des levens. Besef en erken je dat. Zeg je daar amen op. Wij hebben nu al deel aan het eeuwige leven. Niet ik leef, maar Christus leeft door mij. Leef in mij. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Dit ben jij. Als je je leven volledig aan de Heer hebt toevertrouwd. Je bent een heilige. Ja, en dat is je identiteit. Je bent een heilige. Je bent opgeschreven in het boek des levens. Ik weet niet welk beeld je van jezelf hebt. Is die gebaseerd op de oude Adam? Of is die gebaseerd op de nieuwe Adam, Jezus Christus? Waar zet je jezelf neer? Zet je je eigen nog neer? Onder de macht van het Rijk der Duisternis? Terwijl je een kind bent? Of zet je je neer onder de macht en het Rijk van Jezus Christus? Omdat Hij in jou is komen wonen. Je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakt. Dat is heilig zijn. Apart gezet zijn. Als dit jouw identiteit is, als dit jouw eenheid van wezen is, dus dat één met God zijn,
dan sta je in de vrijheid. Ik blader nog even naar Galaten 5. Altijd een geweldig, daar begint hij zo. Staat, vers 1 in Galaten 5, staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Daar ben je net onder vandaan. Daar ben je van verlost. Blijf staan in die vrijheid. Vers 13, want u bent tot vrijheid geroepen. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar het dient elkaar door de liefde. Je bent verlost door de liefde van Jezus Christus. En daarom mag je elkaar dienen door die liefde. Elkaar bemoedigen, elkaar aansporen. Satan vindt het verschrikkelijk als jij weet wie jij bent. Als jij van jezelf weet, ik ben een nieuwe schepping. Hij kan daar niet tegen als de leugen openbaar komt in het licht. Dat vindt hij verschrikkelijk. Hij vindt het verschrikkelijk als jij je eigen geen stumperd meer vindt. Als jij je eigen niet meer dom vindt. Als jij je eigen niet meer anders voelt. Hij vindt het verschrikkelijk dat je niet meer angstig bent. Hij vindt het heel erg dat hij jou niet kan grijpen, dat je altijd moet schamen en dat je geen open persoon kan zijn om dienstbaar te zijn in de liefde. Hij probeert dat jij je niet goed genoeg vindt. Dat je niet goed genoeg bent om überhaupt een moeder te zijn of überhaupt hier op aarde te zijn of dat je niet goed genoeg bent. Hij probeert jou te laten denken dat je nooit in die volmaaktheid komt hier op aarde. Ik weet niet of dat je negatief van jezelf denkt. Het zijn allemaal leugens. Je bent een heilige. Je bent geschreven in het boek des levens. Paulus die begint zijn brief toch ook regelmatig. Aan de heilige schrijf ik u. Als je dat dan leest, zeg je, hé, hij spreekt tot mij. Of zeg je, nou, hij spreekt tot die mensen daar in Efeze of in Galaten. Of... Nee. Heilig ben je niet geworden door vroom te doen. Heilig ben je niet geworden door christelijk te leven. He, we hebben het gehoord ook in de getuigenis. Ja, ik ben opgegroeid. En ik wist dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Maar dat maakt jou niet heilig. Wij zijn geheiligd in Christus Jezus omdat God ons geroepen heeft. En God noemt jou geen zondaar meer, maar God noemt jou heilige. De Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Wie durft daar nog tegen in te gaan door te zeggen, ik ben geen heilige? Als God zegt, jij bent heilig. Wij zijn erfgenamen in Christus. Want Hij, Jezus, wat Jezus ontvangt, dat ontvangen wij, omdat we in Christus zijn. Waar Jezus recht op hebt, daar hebben wij recht op. Wat de Heer Jezus toekomt, dat komt ons toe. Dat is jouw identiteit. Dat is waar je in staat. Als jij geboren bent in Nederland, dan heb jij recht om te stemmen. Mijn vrouw die heeft een andere nationaliteit. Die moet altijd thuis blijven zitten als ik ga stemmen. Maar ik bedoel maar te zeggen van, er is een verschil. Als jij je nationaliteit van Jezus Christus hebt, heb jij volop recht. En heb je volop aanspraak. Dat hebben wij door het geloof in Christus. Dat wij Gods volk zijn.
bladeren toch nog even verder in de schrift. 1 Johannes 3. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kennen. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is, dat is Jezus. En een ieder die deze hoop op Jezus heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ben jij die persoon die niet vrijkomt van schaamte? Ben jij misschien die persoon die nog last van angst hebt? Ben jij misschien die persoon die weet van zichzelf dat hij achter een masker loopt? Of ben jij misschien die persoon die geen gevoel meer hebt voor God? Die geen relatie hebt meer met God? Hoe kom ik ertoe om nou echt vrij te zijn? Wat moet ik doen om verlost te zijn van de leugens van Satan? Broeders, zusters en gasten, iedereen die meeluistert. Om af te ronden wil ik nog een tekst lezen uit de psalmen. Ik ga naar psalm 119. Vers 130. Daar staat. Ik stelde jullie net de vraag. Hoe kom ik ertoe om echt vrij te zijn? Wat moet ik doen om verlost te zijn van de leugen van Satan? Het opengaan van uw woorden geeft licht. En schenkt eenvoudige inzicht. Blader even nog terug in de psalmen, psalm 19, je hoeft niet mee te bladeren, vers 8, maar onthoud dit wel. De wet van de Heer is volmaakt, het woord van de Heer is volmaakt en dan staat er, zij bekeert de ziel. De ziel. Waar je emoties in zitten. Waar je gedachten in zitten. Waar je wil in zit. Het woord van de Heer is volmaakt. En zij bekeert de ziel. Eigenlijk staat er, als je vrij wilt komen van die leugenaar, en je weet ik moet pleiten, en je weet nu je identiteit in Christus, dan geef ik je één advies. Ga het woord in. De kinderen die leren het, lees je Bijbel, bid elke dag opdat je groeien mag. En in dit woord wordt de leugen van Satan ontmaskerd. In dit woord staat wat jouw identiteit is. Ik weet dat we in een drukke tijd leven en dat de Bijbel minder gelezen wordt. Maar ik wil je adviseren, eet het woord, want het is als honing. Het woord geeft je rust voor je ziel. Het woord openbaart. Het woord laat zien wie jij werkelijk bent. Het woord is Jezus Christus zelf. Ik lees nog één tekst. Om die aan jullie mee te geven. Johannes 8. Johannes 8 vers 31. Misschien is het een mooi woord om voor jezelf eens uit je hoofd te leren. Want daar staat. Als u in mijn woord blijft. Bent u werkelijk mijn discipel. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Amen.